Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele nieuwe abonnees, de donaties, verzoeken voor privé readingen, coaching, begeleiding en healings. Dankjewel daarvoor. Vandaag een reading voor jullie met de... Ja, hoe heet die ook alweer? Nee, ik weet het even niet meer. Met dit hele mooie dek in ieder geval. En de golden, nee, zeg, wat is dat toch allemaal? Ik ben een beetje van de leg, geloof ik. Ja, vreemde dag voor mij sowieso, rare dingen die gebeuren, misschien herken je dat, misschien gaan we dat straks ook wel terugzien in de reading. Alle nieuwe mensen, van harte welkom, kijk eventjes of het resoneert, vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen, ik maak meerdere readingen op een dag. En... maak ook readingen in het weekend. Net als dat, ik ben een beetje van slag zoals ik al zeg. En ik zie ook nu, eerst begin ik met dit deck, daarna met het tarot deck, alle twee op zijn kop. Dus ja, de wereld staat een beetje op zijn kop. Maar goed, dat, ook dat overleven we wel. Ik kan daar alleen maar om lachen. En ook uit dit deck mag je een kaart gaan trekken. Twee mooie kaarten. Wilskracht. En helderheid. Even kijken waar ik ze een beetje neer kan leggen. Wilskracht en helderheid. Dit is ja, en dit is ja, en dit is nee, dus zo. Deze blijft liggen. Het gaat over die duidelijkheid die heeft te maken, denk ik, met inzichten die je gaat krijgen. Misschien tijdens meditatie, misschien tijdens het gronden, misschien gewoon zo over het algemeen. Als je contact maakt met je hogere zelf. Helderheid, inzichten, misschien ook dat je, net als ik, vandaag getriggerd wordt uit je comfortzone en dat je, ja, dat spirit gewoon je aan het testen is, zo van hoe gaat zij daarop, hoe gaat jij daarop reageren. We gaan eens verder kijken. Wat mogen wij weten, spirits en guides, over willpower, clarity. Dan valt er weer een uit. Je hebt helderheid gekregen, of je krijgt die binnenkort, over een pijnlijk einde. Het kan natuurlijk op allerlei gebieden zijn. Het kan op werkgebied zijn. Het kan op relationeel gebied. Sorry, gebied zijn. Relationeel. En dan mag je gaan loslaten. Eens even kijken. Je hebt iemand geblokkeerd op sociale media, denk ik. Of dat kan ook een telefoonnummer zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn WhatsApp of Messenger of wat dan ook. Dat heb je gedaan omdat je merkte dat iemand met je aan het spelen was. Ja, niet serieus werd genomen. En nadat je die persoon hebt geblokkeerd, ben jij gewoon lekker voor jezelf verder gegaan. Heb je die persoon achtergelaten. Maar ik heb wel het idee dat die persoon er versteld van staat dat je dat gedaan hebt. Die persoon is daar... een beetje van overstuur geraakt, een beetje verbaasd, verbijsterd,
verbouwereerd. En op de een of andere manier heb je wat getriggerd, want deze persoon wil graag weer overnieuw contact. Ondanks dat deze persoon niet zo netjes tegen je was. Kahoot zijn met het pijnlijke einde dat, ja, dat ze eigenlijk alleen maar verliezers zijn bij deze breuk. Maar op de een of andere manier, door de manier waarop jij dit beëindigd hebt, hè, door die persoon te blokkeren, heeft dat wat getriggerd en wil ze jou een aanbod gaan doen. Dat valt je zwaar. Want je hebt namelijk het idee van, ja, ik kan deze persoon niet vertrouwen. Waarom nu? Wat is de achterliggende gedachte? Ja, dat soort zaken. Het kan goed zijn dat het beste is om gewoon eerst eens te kijken van, goh, wat kan ik nog helen in deze connectie? Wat is het precies wat het toxic maakt? Is het een obsessie? Kan ik het niet meer loslaten? Of heb je gewoon met een steenbok te maken? Kan ook natuurlijk. Iemand die in het verleden niet zo netjes tegen je was. En dat die persoon nu terugkomt. Dat die persoon het nu een beetje bij wil leggen. Dat ze de connectie willen helen. Je staat daar niet om te popelen, je hebt je hart gesloten, je gevoelens hou je dichtbij, je bent heel voorzichtig, je laat zeker niet het achterste van je tong zien. En je staat eigenlijk klaar, zo van, je bent argwanend, maar wel gezond argwanend, zo van, speel geen spelletjes, want anders dan... krijg je met deze staaf van doen. De persoon die wil jou graag iets gaan aanbieden. Iets kleins. Het is tenslotte een schildknaap. Ik weet het niet. Ik hoorde iets, maar dat was heel zachtjes. Ze hopen dat ze succesvol zijn. Ook al is het maar iets heel kleins wat ze je aanbieden. En ze hopen dat het goed komt, want ze hebben enorme spijt van hoe ze met jou omgegaan zijn. Zij zaten nog in een vaste relatie en of huwelijk. Daarom waren er altijd geheimen, was er nooit openheid. Maar deze persoon mist jou, want je bent een enorm warm persoon, liefdevol. En door jouw wilskracht, door hen te blokkeren, heeft dat hen wakker geschud. Heeft dat hen iets laten zien over jouw wilskracht. En dat is wat hen enorm boeit. Einduitslag is dat er veel kracht en moed moet zijn voor een nieuw begin. Maar die komt er. Er komt een reunie aan. Een persoon gaat richting jou een stap voorwaarts zetten, dus die gaat contact met je opnemen. Het kan goed zijn dat deze persoon in volle snelheid jouw kant op komt.
En het kan goed zijn dat je te maken hebt met of een vaderfiguur, dus iemand die al een gezin heeft, kinderen heeft, of dat je te maken hebt met iemand die een eigen zaak heeft. Of het is je twin flame, dat kan ook. Ze herkennen jou als zijnde hun wederhelft en zien hoe liefdevol jij bent, daadkrachtig stabiel bent, dat je langzaam weer aan het opbouwen bent na die breuk, dat jij niet opgeeft en dat je voor succes gaat. En dat vinden ze wel aantrekkelijk, die stabiliteit die jij hebt. Dus er komt verandering in jullie connectie door deze reunie. En de liefde wordt geuit. Wat bij jou een schokmoment teweeg brengt. Als jij dus een berichtje krijgt van liefde. Want jij zit midden in jouw helingsproces. Maar toch, zij willen jou graag die twee van bekers bieden. En het kan goed zijn nogmaals dat je te maken hebt met je twin flame. Omdat je hier dus die keizer en die keizerin hebt. En we hebben hier dan ook nog eens de 11-11 kaart, de 4 van staven. Ze willen een relatie met jou. Wauw, mooi. Wat is het advies, spirits and guides? Advies. Weet dat je beschermd bent, dus het is aan jou de keuze wat je doet. Het kan ook zijn dat je hen het verhaal laat doen als een stukje van afsluiting. En dat je gewoon je eigen weg loopt, want je ziet hier ook echt één persoon lopen. Maar dat je toch blij bent dat je nu weet hoe het daadwerkelijk zat. Hè? Wat ik zeg, die duidelijkheid en ook die kluizenaarskaart. En dat je daarmee verder kan. Je kan eindelijk dit hoofdstuk afsluiten. Je weet hoe het zit en je gaat verder. Je hebt duidelijk jouw grenzen aangegeven, dat er met jou niet te spelen valt. En dat heb je gedaan voor je eigen welbehagen. En jij kunt nu weer een nieuwe cyclus beginnen. En jij weet bovendien nu dan ook de waarheid. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen en je mag natuurlijk ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Als je zegt van dit resoneert, ik wil graag dieper op de zaken inkijken, dan kan je dus een afspraak maken voor een privé reading. Als je hier de titel hebt, dan heb je hier een driehoekje. Als je daarop klikt, dan vind je mijn contactgegevens van mijn website en mijn e-mailadres. Dankjewel weer. Heel veel liefde en licht. Namaste.